A.K.A. Je weet het. A.K.A. kan ik niet zeggen op de vlog. Je ziet het, weer veel uitgaan shit, sorry, maar dat is echt mijn leven, man. Dus sorry, het spijt me. Zoals sommigen van jullie weten, ben ik ook weer bezig van Ronnie Flex. En ik kan natuurlijk niet naar huis gaan zonder dit aan Ronnie te laten zien. Dus ik heb mijn vlogcamera erbij genomen. Ik ga dit vloggen. Dan gaan we met z'n allen heel hard zingen. Speciaal voor Ronnie Flex. Yes, yes, we zijn er weer, man. Gewoon in de bak. Hey, shit, alarm, man. Gaat hij weer, hè? Gaat hij weer? Het is een 9, die heeft het gestolen. Gaat hij weer, hè? Altijd sturen ze dure auto's. In ieder geval, ik zit weer lekker. En ik ga er gewoon. Je ziet er gelijk een bewaker ook om het check. En ik ga er gewoon vandoor. Even chillen, ik weet niet eens waar. Eten, man. Eten. Alles wat met een P begint. Ja? Pizza, patat, maakt me niet uit. Batat? Patat. Pik? Nee. Wow. Oké, maar in ieder geval, we gaan het even checken, man. Gewoon even wat eten. Ik lust eigenlijk ook echt wel een pizza, dus dat gaan we zoeken, man. No Mickey, assen, pizza, kuh! Zo, ja, man. De gebeden zijn verhoord, man. Ik ben nu in een tankstation. Het eerste litte tankstation van Nederland, man. Met een AH to go. En kijk eens, man. Ze hebben alles. Knakworst. Appelmoes, bierbommetjes, soep. Ik raak helemaal hagelslag. Ik raak helemaal in paniek, man. Wat? Kijk eens. Normaal als het uren zoeken, hè, naar iets eetbaars. Zo, kijk eens. Wat een cake. Jongen. Dit hadden ze echt eerder moeten doen. En ja, man. Nederlandje gaat vooruit, man. Ik kan niet wachten tot iedereen dit heeft, man. Want in België is het echt al dit. Ja. Je ziet het, hè. Ik kan niet eens kiezen, pa. Ja. Yes. Ik heb een goede keuze gemaakt, man. Twee croissantjes hamkaas inmiddels weggewerkt. Ik zag hier een gekke litte red velvet muffin. Oh, even de focus. Ja. Een red velvet muffin. Cashewnoten, snoep. Deze kende ik nog niet, man. Ken jij deze? Vlaaf? Met banaan? Deze is dom lit, hoor. Amsterdam loopt een beetje voor, denk ik. Ja, dit. Dit is echt die sterke, man. Albert Heijn to go, man. Jawel. Het is ook tijd om te gaan, man. Zo. Wat? Goeie keuze deze benzinestation. Zeer sterk, man. Wow. Red Velvet Muffin, man. Als je dit ooit ziet, gelijk halen, man. Halen. Niet twijfelen, man. Wat? 1,50, hè. 1,50. Goed app, hè. Zo. Ja, moet je ook boos bij kijken als je dit eet, hè? Ja, zeker. Boos lekker, hoor. Zo. Ja, check neem ik voor het mee volgende keer. Zo, wat? Met bestek, hè? Ja. Gewoon een schortje. Ja. Je ziet het, man. No Mickey, man. Zo, wat? Nu kan ik er echt weer tegenaan, man. Thank you.
Oh, dit is echt mad. Ja, als ik pull up in je range. Ja, als ik pull up in je range. Ja, als ik pull up in je range. Hallo. Je doet maar je deelt niet. Je ziet er die bitches die veel me. Ik geef hem mijn nummer, ik geef hem mijn e-mail. Ik zweer dat mijn life niet kan kill me. Ik beleef je iemand gaat schieten voor me. Bad bitch, druk je titel voor me. Al die ballen gaan ze keepen voor me. Ja. Dus ik kom weer met fresh nieuw beats. Ik wil nieuwe beats, laat die niks stommen. Ik heb een nieuwe hit. Jij komt in de zomer met de nieuwe liefst. Pak in de nacht wat je wakker maakt. We schudden hun negen, dus we pakken ze aan. Stap in die range en ik schud naar de maan. Hey, ik ben Osso. Kapot, man. Ik ga niet eens praten, man. Abonneer die shit, reageer, man. No Mickey. Bam. Yes. Faka strijders en strijdinnen. Het is je boy hier zo. Je weet dat ik ben nu in Oostenrijk. En het is zaterdag. Gisteren ben ik naar Oostenrijk gegaan. Was het vrijdag. Heb ik niet gevlogd. Omdat ik moest heel snel mijn spullen pakken. Ik had haast. Je kent me. Je weet het. En toen ben ik mijn vlogbatterij vergeten. Mijn vlogoplader vergeten. iPhone opladen vergeten. Ik ben eigenlijk alles vergeten. Ik kwam een paar dingen kopen op Schiphol. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik moest wel mijn batterij opladen. We gingen eigenlijk gelijk vanaf het airport naar de club. Show gedaan en toen naar het hotel. Hij is nu opgeladen. Dit is dag 2. Het is nu 11:30 s'avonds. Ze wachten nu beneden op mij. Worden opgehaald. Ik ben hier in Oostenrijk omdat ik een show doe met Ronnie Flex en Lo Kleine. Dat wordt turned up, het is turned up. Gisteren was het ook lit. En vandaag gaan we gewoon naar dag 2. Ik heb vandaag niks gedaan, was gewoon in mijn hotelkamer in bed. En ja, eigenlijk heb ik één ding gelijk, een pizza besteld. Dat ga je nu zien. En vanaf dat moment zijn we gewoon weer op schema, man. Chronologische volgorde, je weet het, man. No Mickey als Oostenrijk. Kijk eens wie we daar hebben. En hoe bevalt het? Nou, housewife-life. Housewife. Heb je al gekookt? Nee, ik ben nu even de vaatwasser inruimen. Ah, kijk eens. Stop. Lekker bezig hoor. Schoongemaakt al natuurlijk, heel het huis. Nee, wasje gedraaid. Ja, gestreken ook al? Nee, ik hou strijken echt fucking meer. Veel, maar ik ga niet strijken. Wat, draag je gewoon gekrulde kleren dan? Nee, ik doe alles in het droger en dan doe ik gelijk daarna zo ophangen en dan komen gewoon geen kreukels in. Serieus? Dat wist ik niet eens. Ja. Ik heb gewoon nu 3 jaar op mezelf. Ik heb al 3 jaar mijn kleren niet gestreken. Oké, eindelijk is die fucking pizza er. Ik heb echt 2 uur geleden, echt serieus, letterlijk 2 uur geleden een pizza besteld. En hij is er nu pas. En dan bellen ze ook nog eens dat ik nu naar de lobby moet komen. Ze brengen me eens naar de kamer. Wordt helemaal gek. Honger, inmiddels moet ik al over een kwartier weg. Word ik opgehaald. Ik ga nog eten. En nu gewoon die fucking pizza halen. Dat is helemaal gek, man. Ze kunnen ook geen Engels hier, dus sowieso kut. Loop ik in gebroken Duits / Nederlands. Want ja, iedereen die geen Duits kan en Duits probeert te praten, gaat uiteindelijk gewoon Nederlands praten met een Duits accent. Dus dat slaat ook nergens op. Oh, daarom brengt hij het niet. Het is dicht ook, man. Fucking raar, dus de lobby is dicht. Dus hij kan het ook niet brengen, die pizza. Even kijken waar hij staat. Ik hoop echt dat ze bij het goede hotel zijn. Alsjeblieft, wees mijn pizza. Volgens mij is dit die guy, maar... Pizza? Ja. Yes. Thank you very much. Goed week. Yo, kijk ook naar die camera, alsof hij nog nooit een camera heeft gezien. Fuck jou ook, joh. Je bent koud of laat. Zou je net zien, hè? Tenminste, laat me niks jinxen, want ik wil natuurlijk wel gewoon een goede pizza choppen. Dus hopelijk heb ik een goede pizza. Nu is dus die pizza. Ik heb alvast een hap genomen. Ik was te hongerig om gelijk te vloggen. Goed ook dat ik die pizza niet heb gejinxed. Ik zeg eerlijk, hij is wel stabiel. Maar ja, ik heb wel 2 uur gewacht. Zo hongerig ben ik, hè. Heb je nu? Hoe jij toe? 11:15. Heel dag nog niks gegeten. Ik had honger. Niks gegeten. Ik ga doen ook. Ik ga snel eten. Ik ga even snel facetimen en dan eten. En dan is show. Check jullie zo. Fucka fucka. In de kleedkamer. In de moe. Killing. Boy production. Soldier boy. I knew it was. Who?
Nog even flexen, zometeen showkanaal. Ik zie veel dure dingen hier, man. Ik zie Gucci, ik zie Louis, ik zie weer Gucci. Louis, Gucci, Louis, Dompies, Dompies. Alles is hier, man. Ik weet niet wat je doet, man. Oostenrijk. Yes, fakka. Gisteren vergeten vlog af te sluiten. Zij gaan naar huis gaan, slapen, nu wakker. Het is 12:30 en het is weer tijd om naar het airport te gaan. We 2,5 uur rijden, dus dat is wel kut. Ik ben op het balkon. Ik zeg eerlijk, uitzicht is echt dom. Je ziet het niet echt. Op mijn camera weer kut doet. Dat zijn die zwarte randjes. En ik omdraaien. Yeah. Ja man, super sick. Mooi geweest. Tijd om te gaan nu terug naar Nederland. Kannst bitte umkehren zum letzten zurück. Und weiter darf ich Sie bitten, die Kabine besser zu informieren. Die Zeit.